Oh, hij moet mij hebben. Oké, hij is down. Oh, hij is down. Nee, nee, nee. Onze andere wordt aangevallen door een trike. Wat? Een trike. Oké, kill snel die trike. Kill snel die trike. Hey, kijkers, Michael en Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe ARK Survival of the Fittest. Dit keer ben ik niet alleen. Ik ben vandaag samen met Joost. Hallo. En wij gaan vandaag beginnen met ons avontuur van ARK Survival of the Fittest. Mocht je nou nog niet de aflevering van Joost hebben gekeken, check hem even op zijn kanaal. Linkje staat bovenaan in de beschrijving. Dan kan je zien hoe goed en professioneel wij bezig waren vandaag. Rip al onze dino's, dat is wat ik ga zeggen. Nee, in ieder geval, Joost heeft mij wel het een en ander fijne kneepjes geleerd van ARK. Hey Joost, je had mijn koffers. Sorry, het is gewoon recht van de sterkte met die koffers. Dat is waar, oké. De aanhouden wind, zeggen ze altijd, hè? Precies. Ik heb al wel een helm. Au, oh jezus, ga je nou al slaan? Mensen beginnen al te slaan, wat agressief. Ja, rust. Hey, dankjewel, als je die niet oppakt, dan pak ik hem. Mensen vergeten zoveel. Waar ben je, Joost? Nou, ik pak gewoon alles wat ze vergeten. Ik ook. Hoppakee. Waar ben je? Okay. Oh, jij pakt met mij de laatste gewoon. Oké, die kant uit. Die kant gaan uit. We weg? Ja, doei allemaal. Hey, ik heb al wel een bel. Ik heb zoveel armor, ouwe. Ik heb ook een bel. Ik heb echt te veel spullen ook. Okay? We kunnen hier wel eventjes chillen. Ik heb even spulletjes verdelen. Zullen we gewoon even hier. Ik ga wel even plukken of zo. Goeie. Waar ben jij? Ik zit hier. Ben ik al level hoger? Ik heb al zoveel prank arrows, jongens. Holy shit. Ik ben level. Welk level ben ik? Oh ja, oké. Ik heet Joost, hier ben ik. Zo kan ik je nooit kwijtraken. Nee, de vorige keer heet ik blablabla. Ja, je wist niet wat je naam was, dus je hebt gewoon wat erin ingevoerd. Nice dat we vet voor planten hier hadden. Ik heb echt gewoon 30 trank arrows of zo. Hier, je mag er wel wat van hebben, want jij gaat zo meteen temmen, toch? Ja. Hier, maar ik kan ook... Dan heb je in ieder geval een begin. Oké, ik heb al 118 HP, holy frietsaus. Ik ben al level... 6. We zijn allebei level 6. Nice. Ik begin alvast lekker met hakken. Ja, ik help je mee. Even dit ding neerhakken. Dan wat, snel mogelijk level 10 worden. Ja, wat is jouw idee voor ons doel bestelling eigenlijk? Nou ja, we hebben dino's nodig, dus jij gaat zo meteen lekker dino's farmen. Ja. Of dingen. En ik ga proberen zo snel mogelijk metalen tools en guns te krijgen. Bam, dat bedoel ik. Ja, mensen, Joost die zal vandaag leading zijn. Die weet precies wat we moeten doen en waar we op moeten letten. Dus als je denkt van, Joost, hoe of wat? Ja, Joost weet alles. Dus mocht je een ARK-vraag hebben, laat hem in de reacties achter, want Joost behandelt alles. Oh ja, ik was natuurlijk die helpdesk, hè. Die ARK helpdesk. De helpdesk met Joost. Ja, ik dacht eerst, elk potje is weer anders, dus je moet je altijd weer een beetje aanpassen aan de situatie. Dat is waar. Het ligt er een beetje aan wat voor dino's je allemaal tegenkomt. Oh, volgens mij heb ik al redelijk wat trank. Oh, nice, ik ga bijna 50 tranks al raken, joh. Hoeveel heb je trouwens al volledige hide armor? Want ik heb best wel veel hide armor. Nee, ik heb alleen nog maar een chest. Oké, dan heb je hier een broek en een helm. Alsjeblieft. Nice. Lig je hier voor me. Zo, ligt denk ik een hele lading voor je. Een helm. Ja, ik had allemaal dubbele. Oh, ja, dan zal ik er eentje laten liggen, want dat hoef ik niet allemaal. Drop item. Hey, hier, kijk, dat bedoel ik. Ik heb 49 trank arrows al, jongen. Lekker. Bam, dan kan jij alvast beginnen met iets neerhalen als we een boog kunnen maken. Ja, zou ik even kijken of ik wat dieren kan gaan temmen al? Ik ben al met een boog bezig. Oh, ik had ook voor je een boog kunnen maken als je wou, hoor. Even kijken of er wat rondloopt. Oh, lol, hier lopen al drie van die... Joost, ik zie hier stenen vallen. Er zijn hier mensen. Oh, really? Ja. Oké, pak je boog en arrow. We gaan ze allemaal neerhalen. Oké, jij bent bij me. Ja, ik zit achter je. Gaan kijken of ze kunnen killen. Zal ik eerst even zo'n dilo-beest vangen? Kun je het doen. Dat is op zich wel slim. Oké, dat is de één. Oké, als we die snel getemd hebben, dan gaan we even achter die mensen aan. Heb je ze al gezien waar ze zitten, of niet? Ja, hier links van me. Oké, ik ga ze even in de gaten, hè. Dat is niet... Oké, ik heb ze allebei neer. Alleen, we moeten even vlees. Ik heb zelf geen vlees, dus dat is het probleem. Chips. Laten we dan toch die gast killen. Ja, inderdaad. We hebben ze vlees nodig. Hij zat hier ergens. Hé, wordt een van ons nou achtervolgd door iets? Nee, zover ik weet niet. Oh, ik hoor een geluid. Ja, misschien dat die dillo's aangevallen werden door iets of zo. Hallo? Ja, waar zag je die man? Ik zag hier links van ons steen vallen. Oh, nu valt daar een boom om. Oké, ga naar die boom toe. Ja, maar dat is daar verderop. Daar, die kant uit. Ik zet mijn geluid iets harder. Wat loopt hier? Een aap. Nee, hier liggen ze. Oh, really? Hier liggen ze. Oh, inderdaad. Oh, ze hebben ons gezien. Oké, ik zie het op hem. Ik heb hem, oké. Heb je hem? Ik niet. Nee. Wacht, ik ben gestoken. Uh-oh. Ja, hij is dood. Ik heb nice. Een. Wil je die andere ook dood? Nee. Ik heb hem geraakt. Ik loot deze man even. Hij rent er vandoor. Ik laat hem rennen, ja? Ik laat hem rennen. Heb je vlees? Ja, ik heb vlees. Oké, onze dealer... Wat lagen ze hier ergens, toch? Hier, volgens mij. Ik kom eraan. Ik moet even snel...
Ik ben hem kwijt. Waar lagen die dino's? Oh, hier. Wacht, ik was veel te encumbered. Oké, kom eraan. Ik heb er is wel een kleine kans dat ze achter ons aankomen, die bitches. Ja, maar maakt niet uit. Als we gewoon die dino's hebben... Ja, boom! Hier, deze. Instant tame. Hier is die andere. Okay. Hier. En wat het mooie is, zeg maar, ze hebben nu honger gekregen, dus nu worden ze in één keer getemd. Oeh, deze is close! Oh. Close! And there we go. Ze dragen wel een mooie vlag, hè, van de Disturbs. Ja, oh ja, hey, trouwens, ja, Joost heeft geknutseld. Joost dacht van, ik ga lekker knutselen. En die heeft de TNT-logo geknutseld. Ja, is wel leuk. Yep. Oké, jij hebt er eentje die volgt. Ik heb ook eentje die volgt. Dat is wel handig om te weten, want dan hebben we gewoon... Ja, goeie. Allebei eentje. Wat wil je gaan doen? Ik moet wel even zeggen dat ik wel sikke snipe zat, hoor, op die man van net. Ja, nee, ik niet. Ik was echt scheef. Ja, wat we gaan doen is, we gaan gewoon naar het water toe weer. Ja. En dan zoeken we daar een spino of zo, of even sowieso wat water om te drinken. Ja, oké. Okay, en een beetje, ik heb een foundation van die man gekregen, dus we kunnen ook even een huisje bouwen daar. Hey, is er een short key dat je trouwens een pijl kan wisselen? Ik maak altijd twee bogen, en dan doe ik, zeg maar, in de ene boog doe ik normale arrows, in de andere boog doe ik drank arrows. Ja, dat is een goeie. Oké, ik zie je daar lopen. We moeten een beetje bij elkaar blijven, want het is natuurlijk heel mistig. Ja, ik blijf bij je. Gas erop. Ja, in ieder geval, we hebben twee dino's nou die ons beschermen. Oké, de mist is weg. Cool. Oh, ik ben al veel te zwaar, joh. Holy shit. Nou, ik heb al een beetje geleveld in weight, zodat ik wat meer kan tillen. Oh, goeie. Laat ik dat ook even doen. Yo, dan. Oké, we zijn met het strand. Oké, loopt hij in Carno? Oh, dat is wat chill om te hebben. Oh, ik ben nou aan het uitdrogen. Okay, hij komt naar me toe. Help, Vincent. Vincent, ik heb geen drink arrows. Waar ben je? Help! Kom hierheen. Achter me aan, schiet op hem. Ik schiet op hem. Au. Hij moet toch neer zijn? Nee, schiet meer. Schiet spam. Hij valt nu mij aan. Spam me met die drink arrows. Heb ik gedaan? Hoeveel moet hij nog? Hij is down. Holy shit. Oké, dit is zeg maar een kleine T-Rex. Ik begon te stressen van jou, jongen. Ja, ik ook. Ik ben best wel de helft verloren, hoor, van die bitch. Ik ook. Ik ben de helft kwijt. Oké, gooi snel wat vlees in hem. Oh, jezus. Oh, ik heb een narcotic hier. Kijk, goed zo. Oké, deze duurt wel eventjes voordat hij klaar is. Maar hé, dat is goed om te hebben. Dan hebben we in ieder geval één dikke vette shit, jongen. Ja, dit is wel een goede dino. Dat is inderdaad wat chill om te hebben. Oké, ik ga even langs het water. Ja, oh, daar een gorilla! Oh, ja. Waarom? Ja. Gorilla is een van de beste dingen die ik kan temmen in het spel. Echt? Ja, ik ga je ook later uitleggen waarom. Oh. Ik ga hem nu eerst even temmen, oké? Okay? Ja, dan moet je toch narcotics aan hem geven? Nee. Je moet zeg maar op nul, in je hotbar, moet je van die paarse besjes doen. En dan moet je achter hem lopen en dan moet je die paarse besjes in zijn kont gaan stoppen. Wat? Dat is zo tem je hem. Meen je niet? Ja, oké, ik heb hem een besje gegeven. Ja, dat klinkt raar, maar het is niet werk. Oh, lekker man. Hey, je wordt aangevallen door kutvliegen. Hel. Ik hoor het. Ik kan niet... Ik heb zoveel spullen, jongen. Ik heb echt zoveel shit. Ik ga gewoon droppen hoor, want anders kan ik niks meer pakken. Oh wacht, nee, ik kan ook gewoon mijn gewicht levelen. Ik heb eventjes die kutvliegen. Zo, ja, pas op, komen nog meer mieren. Oh, inderdaad. Ik heb alleen geen boog, dat is een beetje het probleem. Oké, heb jij een boog? Ja. Of nou ja, ik bedoel een speer. Ja, hier, kijk. Moet je eentje hebben? Nee, kill ze maar, ik maak zelf wel even eentje. Even kijken, deze droppen van die Chito tin. Ja, goed, dat Chito tin hebben we echt nodig, goed zo. Hoppa. Een beetje een rough start, maar het gaat goed. Waar zijn onze andere dino's? Die staan bij de Carno. Aha. Heb jij een ding in zijn kont nog gedrukt? Wat heb ik? Ja, ik heb al een vlees in zijn kont gedrukt, ja. Ah, lekker man. Mmm, yummy. Oké. Oh, ik moet hout hebben. Oké, daar gaan al best wel veel mensen dood. Dat is goed om te weten. We hebben level up. Zo, al die geluiden in één keer door elkaar. Ja, hij is nog niet hongerig. Zet eventjes wat bomen omhakken voor levels. Ja, dat doe ik ook al. Bessen plukken voor de win. Ja, precies. We kunnen ook even een Henk temmen. Is een goeie. Kijk, ik moet sowieso bij deze bis blijven. Dus jij kan op zich best wel wat gaan doen. Ja, wat voor dier zou ik gaan temmen? Want dan is het wel even handig om te weten. Carno sowieso, als die klaar is. Ja. Gorilla. Er loopt nog een gorilla aan de overkant. Die kan jij misschien wel temmen. Ik heb nog nooit een gorilla getemd. Ja, daarom is het misschien wel leuk om te doen. En wat voor berry moest ik op nul zetten? Magio berries, dat zijn van die paarse. Ja. En dan moet je in zijn rug lopen en dan moet je op E drukken. Ja, het klinkt stom, maar dat is een passieve tame noemen ze dat. En dat is hoe dat werkt. Oké, kan jij van mij deze aannemen dan? Even die chitins? Want dan kan niet voor die aap lopen, want dan wordt hij boos. Zeg maar, dat is ook een tip, je moet niet voor die aap gaan lopen. Oké, geef mij je chitins. Geef ik jou chitins hier. Oh, hij kijkt naar ons. Oké, ik loop om hem heen. Oké, aan de overkant van het water was die andere aap. Hij poept! Laat die aap lekker poepen, joh. Beest, jongen.
Ja, ik drop ook gewoon wat fiber, want ik heb echt veel te veel. Ja, goed opletten dat je niet overcumbered raakt, hè? Overencumbered. Ja, maar ik heb zoveel spullen bij me, jongen. Wat maakt het zo zwaar? Ja, steen zou het ook nog zwaar kunnen maken. Steen en hout. Yo, doei. Oké, ik ga naar de overkant. Ja, goeie. Waar zie je die aap dan? Ik zag hem lopen bij de kust, maar hij loopt natuurlijk ook rond, hè? Dus misschien dat hij alweer verplaatst is. Oh, hey, volgens mij zie ik raptors. Oh, die mag ook wat hebben. Gewoon of je wat goede dino's vindt daar, hè? Oh, nice. Ik ga gewoon even hier kijken aan de zijkant. Maar trouwens, wat je ook doet, gewoon niet je metal weg, want dat hebben we echt nodig. Nee, metal hou ik altijd. Metal, 24/7 metal. Kijk, daar hou ik van. Even kijken, hier een kleintje. Hop, access inventory. Hier wat vlees. Iemand is gekild door een T-Rex. Er zijn dus al flink wat rexen gevonden, zo te zien. Hier is nog een kleintje. Maat, ik heb zoveel beesten, jongen, nu. Lekker. Heb je ze allemaal al neergehaald? Nee, ik heb nu twee van die dealervies. Van Dillo's, ja. Deze aap is echt flink de scheiden hier dan. Oh, je bent aan de overkant, toch? Nee. Ik ben nog op de verlengde naar rechts gegaan. Oh, oké. Want zie je die rode straal? Nee. Als je naar de lucht kijkt? Nee, ik zie nergens een rode straal. Ik zie alleen iemand dood. Ja, nou, daar links van die de death melding zit een rode straal. Ik zie zo'n waterbeest hier! Een Spino? Ja! Oh, meen je die? Oh, oké. Goed. Kom je eraan? Ja, denk ik. Ik moet wel even mijn arrows even craften als je even hebt. Ik heb 38 van die dingen heb ik eventueel. Ja, ik maak zelf nu heel veel, dus. Moet ik op hem gaan schieten of niet? Nee, absoluut niet. Hij wordt super boos. Die is nog moeilijker dan die Carno. Oh, we moeten trouwens wel even bij de Carno kijken voordat we heen gaan. Kom even terug. Nee, wacht. Blijf maar waar je bent, oké? Ik controleer even de Carno. Oké. Hou gewoon die Spino in de gaten. Oh, ik wil eigenlijk niet mijn api kwijt. Hij is bijna klaar, Vincent. Het api is echt bijna klaar. Oké. We moeten even keuzes maken nu. Oké, wat je kan doen is op een berg gaan staan. En vanaf de berg, zeg maar... Ik heb een dimorphodon. Wat eet die? Vlees? Die eet vlees, ja. Die zijn misschien wel handig om te hebben, ja. Goeie. Oké, die ligt hier nu ook knock-out. Ik wacht toch gewoon op jou. Ik zie gewoon nog steeds die schilpaddukje. Wow. Ik heb gewoon 3 dilophosaurussen die me volgen. En zo'n ander beest die nu op de grond ligt getemd te worden. Lekker hoor. Oh, nice. Ja, dat is goed. Weer iemand dood. Ja, dan gaan veel mensen dood. Maar die Stifalosaurus is nog steeds aan het vechten. Ik gok met piranha's. Ja, dat is goed, maar die hebben best veel levens. Die kunnen wel wat hebben. Kom jij zo deze kant op of niet? Ja, ik kom eraan. Oké, yes, ik heb de apen stemd. Oké, ik ga nu eventjes snel bij de... Kino dan? Bij de Carno kijken. Ja, die bedoel ik. Oh, er ligt iemand dood. Nice. Hey, oh, bedankt voor je metal, voor je pijlen. Oh, zijn metal en pijlen, chill. Narco's. Nog meer dingen die je graag wil van hem? Eigenlijk alleen metal pijlen. Misschien heeft hij nog een beetje armor of zo wat we kunnen bewaren. Ja, alleen cloth. Maar dat wil je denk ik niet. Nee. Oké, we hebben dit nog wel even. Deze Carno die duurt nog wel eventjes. Alhoewel, nou, is al bijna klaar. Oké, ik laat de Dillo en de aap bij de Carno staan, oké? Dan kunnen we ze wel makkelijker terugvinden. Ik ga nu naar jou toe, waar ben je? Ja, ik ben aan de verlengde van ons. Ik word aangevallen door zo'n klote beest. Harvest Bounty, oh, ik wil eigenlijk zoveel dingen die allemaal tegelijk gebeuren. Dat is echt kut. Oké, hij is hier. Chitin, ik kan chitin haken. Oké, volgens mij zie ik je daar lopen. Zo, 67 chitin eruit. Oh, hij is weg, die Stenophosaurus. Waar is die heen? Hij loopt waarschijnlijk nog in. Oh ja, hier is die. Ik zie hem alweer. Oké, ik ben bij je. Hij was even een stopje aan het doen. We zijn wel heel ver weg van onze dino's, dus we moeten wel weer terug met die as om getemd hebben. Waar ben jij nou weer dan? Nee, ik ben bij je. Kijk, hoi. Hey, bier. Kijk hier, ik heb hier 3 van die beesten. Oh, je hebt van die dillos getemd. Ja, waar is mijn vogel? Oh, hier, kijk, hier is ook mijn vogel. Hoi. De Morphodon, nice. Oké, cool. We moeten even opschieten. Oké, daar. Oh, hij is al ver weg, ouwe. Ja, maar dat lukt wel. Oké. Ja, de aap loopt daar aan de overkant. Zie je hem? Ja, ja. Maar weet je zeker dat je die wil hebben? Nee, we gaan voor de Spino. Waar is hij mee in gevecht? Alles. Dat ding valt alles aan. Oh, wacht. Ja, wat is er? Gaat hij weer nog zo'n beestje temmen, hoor. Ja, ik vind het goed. Ik ga alvast richting de Spino. Hier, ik ga deze ook even wat vlees geven, ja? Zo, ja, is goed. Zo, dan komt hij er straks wel bij. Oh, dat beest killt alles op zijn pad. Ja, die moeten we hebben, jongen, in ons team. Oké, Sam naar de overkant. Weet je het zeker? Ja, we moeten wel, anders komen we er niet. Maar mijn dino's dan? Zullen die mij volgen? Ja, druk anders even op U. Niet hier in het water alsjeblieft, want dan gaan ze dood. Wacht, ik ga... Zet ze maar daar neer, goeie. Oké, zet ze daar maar van de kant. Kijk hoeveel ik heb, joh! Ja, je hebt er echt heel veel, lekker. Dat is wel een mooie strategie ook, gewoon heel veel temmen. Oké, ze staan stil. Goed zo, gewoon op U drukken, ja, oké, nice. Oh, daar is hij. Oh. Ik ga even op een steen staan en kijken of... Oh, gaan we wel op een steen staan, maar dan kunnen we daarna niet doorschieten, hè, als we in het water vallen. Nee, we moeten... Ik wil gewoon even 1 keer op schieten dat ik deze kant op kom, dan zwem ik naar de kant. Oké, ik moet hem ook schieten, want ik schiet meestal wel raak. Ja, oké, schiet maar op hem. Kijk wat er gebeurt. Oh, deze zijn allemaal raak.
Ja, ik zie bloedjes van hem afkomen, dus dat zal wel goed gaan. Alleen, hij is denk ik druk bezig met looten. Oké, ik ga proberen wat dichterbij te komen. Oké, kom, laten we hier rechts van gaan. Ja, dat was mijn plan ook. Spannend, hey, hij is down! Oh, hij is... Hij wordt aangevallen door een trike! Ja, door die trike. Oh, oké. We moeten de trike even snel wegkrijgen. Hij ligt alleen in het water, dat is wel echt een kutplek. Ah, de trike is dood. Oké, heb jij de trike gekillt? Ja. Nee, is goed zo. Oké, het mooie is alleen... Vlees moet hij, ja? Hij moet vlees hebben, ja. Okay. Maar hij ligt... Oké, ik heb prime meat, nice. Oh, sorry. Ik heb heel veel prime meat. Nice. Oké, we moeten even... Wow, er is daar nog één verder op! Wil je er twee? Zullen we er twee temmen? Zullen we gewoon twee gaan doen? Oké, ja, shit. Oké, als die down is, Vincent, dan moet ik wel terug om de andere dino's op te halen. Ja, is goed. Nee, fuck die guns, jongen. We gaan het gewoon doen met alleen maar dino's. Kijk hem, jongen! Een groene gek. Hé, die past bij jou, groen. Hey, nice. We hebben allebei onze eigen spel. Oh my god. Ik ben wel bang voor dat beest, hoor. Hij moet wel een beetje... we moeten hem wel een beetje richting die andere lok, hoor. Anders wordt het echt lastig. Oké, hij wordt wel boos. Oké, we moeten heel snel terugrennen naar die andere. Doei! Naar die andere! Oh. Ja, hij was al afgeleid door andere beesten. Oké, blijf schieten. Ik schiet al. Oh, hij moet mij hebben. Oké, hij is down. Oh, hij is down! Nee, onze andere wordt aangevallen door een trike! Wat? Een trike! Oké, kill snel die trike. Oh shit. Als die trike dood is, kunnen we weer primate van hem krijgen namelijk. Oké, dat is het kutte van die spinos. Die spinos worden heel snel aangevallen door andere beesten. Heb je die trike dood? Nee, hij gaat er vandoor, die trike. Ik schiet gewoon in zijn pijl, in zijn kont, zo. Ja, oké, hij is dood. Oké, loot eventjes die trike met je axe. Ja. Dan krijg je primate en stop dat primate in die andere spijnen, oké? Als er maar... Oh nee, kut, zijn die piranha's, 3 stuks. Kan ik ze zien? Ik kan ze wel een beetje zien. Uh-oh. Hey. Die piranha's moeten wel dood, hoor, want die killen onze spijnen ook. Oh, ja. Oké, cool, dan ga ik er met de speer op af. Oké, kan ik je eventjes alleen laten, Vincent? Op hoop van zegen. Heel seconde, ik moet eventjes de dino's ophalen, oké? Ja. Oh my god, gaat dood, piranha's. Oh man. Oh, ik heb ze allebei dood! Woo! Lekker. Loot ze voor vlees, stop alles in de spino's. Ja, ik heb geen vlees van ze gekregen. Echt gay. Oh, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, als je primate hebt van die trike... Nee, die heb ik niet. Ben ik niet bij in de buurt. Oh, er zit nog primate in, jongen. Ja, hier. Nee, maar die moet erin blijven, toch? Dat is van de. Dat is goed. Hey, ligt hier gewoon een dude. Ik ben nu even die narcotics aan. Carnivore drop, oké. Help. Er is een T-Rex! T-Rex! Er is bij mij een T-Rex gespand! Bij mij help. Ook! Ja, bij mij ook! Ik ben dood! Ik ook! Ah, waarom een T-Rex? Dat is voor alles een fucking T-Rex! Come on! Man! Dit is toch niet eerlijk? Dit is zo zuur! We waren zo goed bezig! Dus oh dat is echt God. Balen, we hadden 2 Spinos en Carno. Hoeveel van die kleine Diffalosaurussen dingen hadden we wel niet, joh? Ja, ook echt heel veel. Oh my god. Nou mensen, al hartstikke bedankt voor het kijken naar deze ark. Ik baal. Survival of the fittest. We hadden echt gewoon een flaming start, alles ging lekker, meteen een kill. Goeie loot, noem het allemaal maar op. Moet ik dit vaker doen met Joost? Laat dan zeker weten even een toffe reactie en een like achter. Check zijn kanaal uit. En hopelijk zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe Ark Survival of the Fittest. En zoals gewoon zeg ik tegen de mensen altijd. Ciao!